De hele cyanide-kwestie is een kwaadwillige misleiding geweest. Dit is de voorzichtigste conclusie van de minister David Abiyamofo nadat er al weken wordt geroepen alsof het drinkwater in het Brokopondo-gebied gecontamineerd zou zijn met cyanide. Abiyamofo gaf gisteren in de Nationale Assemblée aan dat zowel de Surinaamse waterleidingmaatschappij, SWM, als een Belgisch bedrijf onderzoek hebben gedaan naar het water uit het gebied. Alle labonderzoeken wijzen uit dat het drinkwater in het gebied veilig is. Abiyamofo zei alle resultaten te zullen delen met het hoogste college van staat. De betrokken overheidsinstanties hebben door dit nepnieuws veel schade geleden, meende de bewindsman. Fake news dat voor paniek heeft gezorgd in de samenleving. Fake news dat NH, fake news dat ROM, dat SWM veel geld heeft gekost, voorzitter. Geld dat we anders zouden kunnen gebruiken. Wanneer ik dat zeg, moet ik ook toegeven dat wij in de communicatie op een bepaald moment steken hebben laten vallen. Wij hebben eerder gerapporteerd, de regering heeft eerder gerapporteerd aan uw college, dat hoge cyanidewaarden zouden zijn geregistreerd in het water van het Stuwmeer. Voor de derde keer zeggen we het, voorzitter. Die informatie was niet correct. Minister Abiyamofo wees er ook op dat er een communicatiefout is gemaakt tussen de unit kleinschalige goudsector die de monsters toen heeft afgenomen en het NIMOS. De samples werden afgenomen in een reservoir om juist aan te tonen dat er cyanide in was. Hiervoor bood de minister zijn verontschuldigingen namens de regering. Abiyamofo zei ook dat de regering juridisch advies heeft ingewonnen om deze zaak goed af te handelen. Het is makkelijk om op te staan en een mobiel te pakken, een voicebericht inspreken of een video maken met desinformatie, misinformatie, ja? Fake news en delen via de sociale media, met name WhatsApp is populair, TikTok, Facebook. Aan die mensen wil ik zeggen, via u voorzitter, er zal niet geschroomd worden om op te treden. Artikel 190 van het wetboek van strafrecht is duidelijk. En dat artikel handelt over het opzettelijk een leugenachtig bericht verspreiden. Dat kan zorgen voor ordeverstoring. De bewindsman benadrukte dat mensen die zich schuldig maken aan het verspreiden van nepnieuws over de cyanide kwestie een gevangenisstraf kunnen krijgen van ten hoogste 2 jaar en een geldboete van de 4e categorie.